Hey, hallo en welkom terug in mijn vlog. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Margot en ik woon met mijn gezin in Noorwegen. We zijn hier van de zomer komen wonen. Ik heb vandaag met mijn nieuwe trolley, die ik van mijn schoonmama heb gekregen, gaan winkelen. Dus sommigen zullen lachen met mijn karretje, maar trust me, het is kei gemakkelijk. Ja. Voor mijn rug is deze geweldig. Ik ga nu terug richting de boot. En wie graag ziet hoe dat ik winkel. Hier komt de vlog. Ons bootje van vandaag. Ik ben vandaag in Hammerfest. Wat inkopen doen. Ik heb al wat gekocht. En mijn nieuwe tas dat ik gekregen heb voor mijn verjaardag. Dus dankjewel Lutgert, hij is al heel handig geweest. Ik moet zien dat ik die boot niet neem. Want normaal is het elke dag die boot, alleen is het vandaag woensdag en dan is het deze boot. Dus ik hoop dat ik nooit in een verstrooide bui de verkeerde boot neem. Ik ga nu richting de supermarkt. Ja, ik had een karretje gevraagd voor mijn verjaardag en mijn schoonmama. Zo'n karretje waar dat de bommetjes mee naar de markt gaan. Je kent dat wel, zo die typische trolleytjes. Ik wist niet dat ze in een hip model bestonden. Dus ik ben er kei blij mee. Mijn rugje is vooral heel blij. Er kan heel veel in. Ik heb al heel wat inkopen gedaan. Ik heb al dvd'tjes gekocht. En ik had al bananen gevonden voor mijn konijnen en nu ga ik naar de rode extra. Sommigen gaan dat gek vinden dat ik met zo'n karretje rijd, maar ik doe het meestal alleen. Soms heb ik hulp van Peter, maar het is altijd een heel gesleur. En altijd de auto meenemen, zeker met het sneeuw, is niet altijd heel praktisch. Dus ik had een karretje gevraagd en ik denk dat we daar heel veel geniet van gaan hebben. Er hebben al een aantal mensen van bij ons op het dorp mij ook al aangesproken van oh, leuk karretje, ja kei handig, ik zou dat ook wel willen aanschaffen. Dus ja, en hij rijdt goed in de sneeuw. Kijk, de bandjes gaan vlot, dus ik ben super blij, mijn rug is super blij en het komt goed. Er hadden mensen gevraagd dat ik wou filmen in een Noorse supermarkt. Ik vind dat ja, wel leuk, maar ook een beetje een gekke vraag, want ja, het lijkt een beetje de supermarkt zoals in België. Ik ga nu naar de Rode Koep. Ik ga zien of dat er veel volk is. Ik ga proberen een paar fragmentjes op te nemen.
We zijn uit de supermarkt. Het werd even druk, dus ik ben gestopt met filmen. Ik had ongeveer voor 520 kronen, dus dat is iets minder dan 52 euro, had ik inkopen gedaan. Dat lijkt veel, maar vandaag had ik heel veel merkproducten bij. En onze grote voorraden hebben we al ingekocht. Dus nu zijn het zo de kleine dingetjes. Mijn karretje is nu heel goed volgeladen, kei handig, want er zit zo een koelvak in. Dus daar heb ik nu de veggieballetjes en de veggieworsten en de mozzarella kaas in gestoken. Mijn karretje staat hier, zeg, en ik zit hier. Veel mensen vragen zich af of dat Noorwegen veel duurder is in de supermarkten. Sommige dingen zijn duurder, maar de lonen liggen hier ook hoger. Dus eigenlijk merk je op dat gebied wel weinig verschil. En ook, ik denk, als ik zie dat we nu zuiniger kopen, en zuiniger zijn dan in België. In België ging ik wel twee keren de week naar de Albert Heijn of om de week. En nu doen we één keer grote inkopen. En ga ik eens om de 14 dagen of om de 3 weken naar Hammerfest. En koop ik dan wat er zo in reclame zit en zo. Dus we zitten sowieso aan een goede koper dan in België. En ook maken we nu meer dingen zelf. Dus ik maak zelf brood, ik maak zelf pizzadeeg. In België hadden we daar gewoon geen tijd voor. En nu maak ik dat allemaal lekker zelf. En kijk, wat een view. Wauw. Het is wel een groot verschil. Hier wonen, een groot contrast. Het is... als wij in België zijn, veel mensen back to basic. Maar dat is eigenlijk... Dat klopt eigenlijk niet. Het is voor mij nu comfortabeler leven dan in België. Dus eigenlijk vind ik dat we nu meer luxe hebben. Ik kreeg ook de dingen van, wat doe ik al zelf aan op een eiland wonen? Zo met die rugzak helemaal een berg op inkopen doen. Dat is iets dat we onszelf aandoen. Heb ik er spijt van? Nee. Want nu moet je wel bewegen. Ik denk, in België zitten wij in een luxe positie. Als je ergens goestingen had of gewoon iets, dan ging je gewoon even gestapt in de auto en ging gewoon naar de winkel. Nu op een eiland wonen gaat dat niet zomaar. Dus in het begin dacht ik dat ik daar heel veel last van ging hebben. Maar eigenlijk, je past je zo rap aan. Het is, wat we nu krijgen in de plaats van waar we komen, dat is onbetaalbaar. Alleen de natuur, de dieren, dat is gewoon geweldig. Dus ik zou het sowieso terug opnieuw doen, naar hier verhuizen. Het was met ups en downs, maar dat is overal. Ik heb nog een uur, dus ik ga nog een beetje rondlopen. Dus,
Oké. Vonden jullie mijn filmpje leuk? Geef dan zeker een duimpje en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik vind het heel fijn, de leuke reacties die ik krijg. Dus super wel. Merci voor alle leuke reacties. Als er nog vragen zijn of je wilt iets weten over Noorwegen of onze bevindingen of we moeten iets laten zien, vergeet dan zeker niet te vragen. Je moet je zeker niet inhouden. Alle vragen zijn welkom. Dus oké, tot volgende week.